Tegen het einde van de vorige eeuw deed de glascultuur haar intrede en door de intensieve toepassing van het glas nam de productie der Westlandse gewassen geweldig toe. Ofschoon men zich het Westland alleen voorstelt als een centrum van glascultuur is, vindt men er toch ook nog honderden hectare aardappel- en koolvelden, terwijl er tevens allerlei groenten en peulvruchten worden gekweekt in de zogenaamde koude grond. Aan de glascultures heeft de Westlander echter zijn hart verpand en in deze streek zijn dan ook ongeveer 5 miljoen ramen verwerkt. De kassen worden gedurende bijna het gehele jaar op een bepaalde temperatuur gehouden, hetgeen niet alleen het rijpingsproces aanmerkelijk bekort, maar het bovendien mogelijk maakt gewassen te kweken die in de koude grond niet kunnen gedijen. Dit is het interieur van een zogenaamd warenhuis. In tegenstelling met het staande glas worden verschillende gewassen onder plat glas gekweekt, zoals hier de komkommer. Meloenen worden onder plat glas gekweekt. Voor het Westland is ook de perzikencultuur zeer belangrijk. Doch zijn perziken door hun teerheid minder geschikt voor export. Nederland verbruikt alleen uit deze streek reeds ongeveer 5 miljoen van deze vruchten. Thank you.
In de tomatenkassen is de pluk in volle gang. De tomaten worden in een zeer eenvoudige, maar daarom niet minder vernuftige machine op grootte gesorteerd. In vroeger tijden werden de druiven tegen de druivenmuren gekweekt. De hoop voor deze smakelijke en mooie vrucht, die wel een de belangrijkste producten van het Westland is, bracht het glas een ommekeer. En dan op weg naar den consument. Het Westland kent verschillende veilingen waar de gewassen voor de verkoop naar binnen- en buitenland worden aangevoerd. De klok is als het ware de overbrugging tussen verbruikers en kwekers, die met zoveel zorg en toewijding hun prachtige gewassen hebben voortgebracht.